Voor het DVS TV-journaal, dit keer hoofdopleidingen, Jack van Zanten. Jack, welkom voor DVS TV. Dankjewel, Piet. Jack, ik ken je al heel erg lang. Je hebt zelfs nog met mijn broer gevoetbald vroeger. In de jeugd, daar zat je een beetje bij in de buurt, dacht ik. Ja, je bedoelt Roel, denk ik. Ja, Roel, die was, dacht ik, 2 jaar ouder dan dat ik ben. Ja. Maar ik volgde je toen al en je belandde uiteindelijk toch vanwege je talent, bijzonder veel talent, in het eerste zelfs. Ja, dat klopt. Maar dat was wel een ander niveau als waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Maar ik ben inderdaad toen vanuit de jeugd bij de eerste elftal terechtgekomen in de periode met Jan Lankrijer. Dus er waren gelijk twee hele mooie jaren met 2 kampioenschappen. Ja, dat was top. Ja. En natuurlijk ook vanwege het gevoel wat je altijd hebt gehad met de jeugd. Het gevoel wat je hebt met sport en met name met voetbal. Je belandde uiteindelijk bij de jeugdopleidingen. En je hebt onder andere bij Bennekom gezeten zelfs, hè? Ja, dat klopt. Ik heb eerst dan een heel stel teams met DVS getraind. C1, B1, A1, ook nog lagere jeugd. Toen ik zelf nog voetbalde. En toen hoofdjeugdtrainer geworden. En volgens mij in 1997 ben ik toen door Bennekom benaderd. En toen ben ik drie, vier jaar ben ik bij hoofdopleiding bij Bennekom geweest. Ja. En toen had je echt al plannen. Je wilde wat. Je had natuurlijk ook al wel in de keuken gekeken bij Ajax en zo. Maar je zat boordevol plannen, Jack. Ja, maar goed, die plannen die heb ik natuurlijk niet alleen. Want ik weet dat wij goed nadenken. Dat was denk ik in 96, 97. Toen al samen met Geerling. Hebben we toen al een soort van jeugdplan gemaakt. En eigenlijk borduren we daar nog altijd op voort. Niet dat dat nog hetzelfde is als toen. Maar toen zijn we er eigenlijk al mee begonnen. En dus plannen zijn er altijd wel geweest. Maar ik zeg altijd, een plan is dynamisch. En je moet het iedere keer weer bijstellen wanneer je met elkaar vindt dat je iets kunt verbeteren. En dat doen we ook. Maar uiteindelijk is datgene wat nu DVS jeugdopleiding is geworden. En ze hebben niet voor niks de Rinus Michels Award zelfs daarvoor gekregen. Is ongeveer ontstaan in begin 2000, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het was voor mij ook goed om eens een keer bij een andere club te komen. En Bennekom is ook een hele mooie club. Ik heb nog steeds hele goede contacten met mensen vanuit Bennekom. Dat was voor mij ook een mooie tijd. En dan zie je dat sommige dingen ook anders kunnen. Maar wat ik met name ook zag is dat wij het eigenlijk nog zo slecht niet deden. En daarna, toen ik terugkwam, was ik eerst ook nog verantwoordelijk voor het eerste elftal erbij. En dat was na een jaar of drie vonden we wel dat dat gewoon te veel was. En toen hebben we het uiteindelijk gesplitst in de opleidingkant tot en met het tweede en derde elftal. En het eerste elftal apart. En dat is denk ik een hele goede zaak geweest. Ja, en die plannen die je dan met elkaar hebt, die probeer je iedere keer bij te stellen. En dingen te verbeteren. Veel lezen, veel luisteren, veel kijken. En ideeën hebben. Ja, en dan uiteindelijk probeer je het zo goed mogelijk natuurlijk te doen voor je opleiding. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En de grote doelstelling van de jeugdopleiding is? Nou ja, de grote doelstelling is heel simpel. Met zoveel mogelijk spelers vanuit de jeugdopleiding uiteindelijk in het eerste elftal terechtkomen. En dan op een zo hoog mogelijk niveau. De doelstelling, ik zeg hem nu verkeerd om, maar hij is eigenlijk primair zo hoog mogelijk niveau. En daarbij met zoveel mogelijk spelers vanuit de opleiding. Maar wat ook heel erg belangrijk is, en dat is ook een hele duidelijke en belangrijke achterliggende doelstelling, dat is toch plezier en beleving. Ja, dat is ook de titel van het, daarom vraag je het natuurlijk ook. Dat is ook de titel van ons jeugdplan. Plezier en beleving. Kijk, het is gewoon zo dat, weet jij ook nog wel uit jouw tijd dat je voor de klas stond. En dat heb ik ook. Wanneer je plezier hebt met elkaar, dan kun je veel meer dingen bereiken. En iedereen gaat op een sport, in dit geval voetbal, in dit geval DVS. Daar ga je natuurlijk op omdat je plezier in het spelletje hebt. Dus van daaruit moet het gaan komen en dan komt de beleving erbij. En van daaruit kun je dan dingen met elkaar bereiken.
En je hebt al heel veel dingen bereikt. Jullie zaten op een gegeven moment op een ongelooflijk gemiddeld hoog niveau. En dan heb ik het over de Coca-Cola competitie, heet dat vroeger. Op divisieniveau, veelal. En je ziet dat langzaam maar zeker iets minder worden. Is dat nou minder of is de concurrentie groter? Hoe zit dat? Ja, kijk, we spelen natuurlijk nu op dit moment niet meer zo hoog als dat we gedaan hebben. En dat heeft deels ook te maken natuurlijk met de reorganisatie die er gekomen is met een eredivisie in de jeugd erbij. En minder eerste divisie, minder tweede divisies. Dus versterkte degradaties. Daarnaast is het ook zo dat we twee lichtingen hebben gehad die zeg maar constant alle teams omhoog konden spelen. Dan konden we daarna ook nog veelal handhaven. Vervolgens kwamen die versterkte degradaties en toch ook wat minder kwaliteit in onze teams. En daarom spelen we nu op het niveau waar we nu zitten. Maar ik moet ook bijzeggen, we zijn de laatste jaren ook stevast in de KNVB West kant gekomen. En KNVB West of KNVB Oost, dat is absoluut minimaal één klasse verschil. En voor ons is het heel goed dat we in West zitten, want de weerstand is veel hoger. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Maar als je nu ziet dat onze A1 tegen alle ploegen uit de derde divisie in Oost gewoon makkelijk de overwinning haalt. Ja, dan zie je wel, stel dat we daar zouden zitten, dan heb je ook weer gewoon kans om naar de tweede divisie te gaan. Weet je, dus ik heb zelf willen we wel natuurlijk gewoon weer terug naar minimaal derde divisie voor al onze teams, al onze jeugdteams. Maar aan de andere kant, het gaat mij vooral om de weerstand die we in de competities krijgen, waardoor we de spelers beter kunnen ontwikkelen. Wat onder andere gebleken is dat de jeugdopleiding ongelooflijk goed is geweest de afgelopen 10 à 15 jaar. Dat uitte zich onder andere in al die kampioenschappen van het eerste tot en met het zesde team. Dat was toch ongelooflijk verleden jaar. Nee, dat klopt. Er zitten natuurlijk heel veel jongens in die allemaal in de jeugd hebben gezeten. Het tweede werd dan net geen kampioen, maar wel periode titel gepakt vorig jaar. Maar de eerste zes elftallen bij senior, ik denk dat het heel uniek is. En daar zitten allemaal jongens in die in het verleden in de A1 en in de B1 hebben gespeeld. Maar jullie blijven je ontwikkelen en je moet je ook blijven ontwikkelen. Want en dat kan ook onder andere via dat regionale plan. Nee, jullie zijn regionaal opleidingsinstituut, hè, DVS? Ja, we zijn vorig jaar hebben we meegedaan aan het programma van de KNVB en het performanceonderzoek. Dan kun je kijken of je in aanmerking komt voor lokale jeugdopleiding of regionale jeugdopleiding. En voor amateurclubs is regionale jeugdopleiding absoluut het hoogst. Daarboven heb je dan de BVO's die nationaal of internationaal gecertificeerd kunnen worden. Wij zijn regionaal gecertificeerd. En dus wij zijn officieel regionale jeugdopleiding. Ja. En kun je dat al merken aan de aanwas van jeugdleden van ploegen hier in de omgeving? Nou, ik weet niet of het echt daardoor komt, maar toen wij de Rinus Michels Award wonnen, toen we hebben zeker 25 jeugdspelers erbij gekregen bij de selecties. Die toch zeg maar op basis van die Rinus Michels Award met name de overstap hebben gemaakt naar ons. En zeker 20 van de 25 spelers, die kennen we totaal niet. En dus daarin heb je toen wel de aanwas kunnen merken, ja. Individuele ontwikkeling van de spelers, dat vinden jullie ook ongelooflijk belangrijk. Hè? Ja. Dan denk ik ook gelijk aan Johan Cruijff. Ja, dat is ook wel grappig. Je weet dat Vincent Vister voorzitter van de TC Jeugd is. En Cruijff was altijd mijn idool. Maar volgens mij staat hij met Cruijff op en hij gaat ermee naar bed. En we hebben regelmatig ook discussies en heeft hij weer een column gelezen in de Telegraaf. En dan moet ik hem ook weer lezen natuurlijk. Maar Cruijff is inderdaad daar heel veel mee bezig. En het grappige is dat, Cruijff heeft dat natuurlijk altijd gevonden. Maar wij hebben dat eigenlijk ook altijd gevonden. Want die 15 jaar dat we nu, waar jij het dan over hebt, zeg maar vanaf 2001, hebben wij altijd al gewerkt met individuele ontwikkeling. We zijn altijd al met curver bezig geweest. En nu zie je overal in de media het weer terugkomen. We moeten weer terug naar de basis en dat soort zaken. Nou, dat vind ik dan wel grappig. Wat wij dat vinden wij ook. Ja. Als ik zeg talento, vul jij dat dan even in? Ja, talento is het spelervolgsysteem.
Een van de onderdelen die met die regionale jeugdopleiding certificering naar voren kwam, was ook het hebben van een spelervolgsysteem. Daar waren we al een aantal jaren mee bezig om zelf iets te ontwikkelen of wat dan ook. En toen kwamen we in contact met Talento en hebben we heeft de vereniging een vijfjarig contract mee afgesloten. En daarin alle selectieteams van de jeugd en ook de tweede helft doet er ook aan mee. Die trainers daarvan, die houden dat keurig bij. Dus daar staan alle wedstrijdverslagen in. Er staan alle trainingsopkomsten in, er staan gesprekken, verslagen van in. Er staat alles wat je erin kunt vinden. En voor mij is dat wel heel plezierig. Want op die manier kan ik al die teams na het weekend ook weer blijven volgen. Even voor een paar tv-kijkers, persoonlijk ontwikkelingsplan, hè? Ja, wij hebben bij de jeugdselecties, bij de eerste teams en de tweede en doet het ook. En volgens mij bij het eerste doen ze dat ook. We maken gebruik van een persoonlijk ontwikkelingsplan. En daar gaat het eigenlijk om van dat we dat spelers aangeven waarin ze zich willen verbeteren. Nee, want wij kunnen allemaal nog zoveel willen. Maar het moet altijd eerst bij de speler zelf vandaan komen, vinden we. Die moet echt een idee hebben. En dan proberen we samen met de speler daar een plan op te zetten. Dat zij met individuele training en voor en na de training en met gesprekken en zometeen ook met de videobeelden waar we mee aan de gang gaan. De speler persoonlijk kunnen helpen zich te ontwikkelen. Het is ook een goede zaak dat het niet bij de A1 is afgelopen, maar dat jullie de spelers voorlopig nog 1-2 jaar, denk ik zeker, blijven volgen. Hè? Onder andere uitzicht dat natuurlijk in DVS onder de 23 waar je zo meteen naartoe gaat. Ja, wij spelen zo meteen bij Hoogland en daar ga ik zo meteen inderdaad heen. En de opleiding bij DVS die eindigt niet bij de A-junioren, maar we trekken die door. Daarom tweede en derde elftal zijn ook bij de opleidingsteams. En voor volgend jaar hebben we ook alweer, dat is nog helemaal niet bekend, maar dat ga ik je nu vertellen. Volgend jaar dan gaan we werken met een talentenpool. En daarin komen spelers van de A1, eerstejaars, tweedejaars, spelers van tweede en jonge spelers van de A-selectie. Die pool wordt samengesteld door de trainers samen met Richard Terpstra namens de TC en met mijzelf vanuit de TC Jeugd. En daar gaan we op de maandag individueel mee werken. Onder leiding van een extra trainer. En dat is ook weer wij denken dat dat de volgende stap is. Om te komen tot optimale begeleiding van jeugdspelers. Na het eerste. Want ja, die stap die is natuurlijk heel groot. We spelen topklasse. En het gaat fantastisch. Genieten iedere zaterdag. Ja, ik hoor jou ook altijd wel een beetje overdreven roepen. Maar dat is gewoon leuk. Maar je wilt natuurlijk dat dat blijft. Dus we moeten dan daar keihard aan werken. En altijd blijven verbeteren. Ja, precies. Want dan kan ik ook weer meer genieten. En dus de kijkers en de luisteraars ook weer meer laten genieten. Ja. Nou ja, zo is het ook. En ik denk dat de hele vereniging van dit seizoen enorm geniet. Vorig seizoen was een topseizoen natuurlijk. Hè, met al die hoogtepunten. Maar dit seizoen, die competitie waar we in zitten, dat is al iedere zaterdag een feest. En dat vind ik zelf ook, want dan sta ik bij het eerste gewoon een beetje als een soort supporter langs de kant. Dat is ook leuk. Ja, het is heerlijk om dan 6 van die jongens uit de eigen opleiding daar te zien staan. Hè? Ja, 6 jongens in de basis die ook in de jeugd gespeeld hebben. En ik vraag mij wel eens af, daar heb ik wel eens met anderen ook over gehad, of er in Nederland nog wel een topklasser is waar 6 jongens in de basis spelen die ook in hun jeugd gespeeld hebben. Maar het gaat er natuurlijk om dat dat blijft komen. Want Mike en Ali die vertrekken, dan heb je er toch weer 2 minder. En dat moet ook aangevuld worden, niet alleen vanuit de scouting, maar ook vanuit de jeugdopleiding. Kiezeler komt eraan. Ja, Isa die heeft dan zaterdag zijn debuut gemaakt. Ja, en niet. En goed hoor. Ja, hij had wel die bal erin mogen schieten. Maar ik hoorde van iedereen dat hij goed gespeeld heeft. Dat hij goed ingevallen is. En ik vind het mooi. Want kijk, voor de jonge jongens is dat heel goed. Want Lars van de Wetering en Isa, die komen nou van A1 bij tweede. En van tweede maken ze mogelijk de stap naar de A-selectie. En dat is eigenlijk ook de meest logische volgorde natuurlijk. En dan dat oogappeltje van mij, Michael Moussa. Ja, Michael, ja. Ja, dan wil je natuurlijk graag dat ik zeg van dat interview heeft geholpen, want hij heeft goed gespeeld bij tweede. Ja, precies, ja. Jij gaat nu vanaf nu ook veel beter functioneren, denk ik, Jack. Ja. Ik zal alleen niet meer beter gaan voetballen, maar maar wel beter functioneren. Heb je nog wat toe te voegen aan dit gesprekje? Nee, ik heb eigenlijk datgene. Ik weet niet of je nog vragen hebt, maar ik denk dat ik datgene heb verteld wat ik wilde vertellen. En wat ik wel duidelijk wil benadrukken van men zegt altijd van oh god, wat gaat het goed bij jullie. Maar wij vinden het nooit goed genoeg. We zeggen ook, ons credo is ook van voor de spelers en voor trainers, maar het geldt ook voor een hoofdopleiding en voor iedereen die erbij betrokken is. Je moet jezelf altijd willen blijven verbeteren. En zolang we dat allemaal maar doen en dat nastreven, dan kunnen we nog steeds
steeds stappen maken. Heel mooi credo, Jack. Veel succes erbij, jongen. Graag gedaan, Piet. Okay, bedankt voor dit gesprek. Ja, bedankt. En dan nu, eindelijk, lang verwacht, Joran van Zanten, exponent van de DVS jeugdopleiding. Ik heb net met Jack van Zanten erover gehad. Jij hebt het helemaal meegemaakt, hè? Vanaf het begin. Ja, ik denk echt vanaf het begin, de Bambino's. Ja. En F'jes, E'tjes, D'tjes, C'tjes, allemaal. Dus heb je ook echt meegemaakt dat je individueel gevolgd werd en dat je techniektrainingen hebt gehad en echt trainingen hebt gehad van trainers, jeugdtrainers die ook echt opgeleid waren? Ja, absoluut. Volgens mij altijd gediplomeerd, zeg maar, zoals je dat noemt. Maandagavond was vaak techniektraining. Allebei de benen. Elke maandag aandacht aan besteed. Nou, donderdag was wel vaak teamtactisch gericht. Ja, dinsdag en woensdag conditioneel, er zat altijd wel vast patroon in, inderdaad. Ja. En uiteindelijk ben je ook terechtgekomen in de A1, een heerlijk team toe. Ja, daar hebben we mooie dingen mee beleefd. De jongens als Roelof en Jordi Grovenstein, Michael Moussa. Een aantal jongens die dan sinds afgelopen jaar hier weg zijn. Zijn we toen gepromoveerd naar de tweede divisie, hebben we de beker gewonnen. Na komt iets nog zelf gespeeld voor de eerste divisie. Dus ik heb hier hele mooie jaren gehad in de jeugd. Ja, inderdaad. En uiteindelijk heb jij is die stap voor jou, van de junioren naar de senioren, eigenlijk een beetje geleidelijk gegaan, doordat je ook Groningen A1 op dat niveau hebt gespeeld, hè? Ja, dat is wel. Ik denk dat het wel een belangrijk jaar voor me is geweest. Dat ik die stap richting het eerste, dat ik die makkelijker heb kunnen maken, denk ik. En na dat jaar heb ik veel in mezelf geïnvesteerd. En het heeft zich er uiteindelijk in uitbetaald dat ik vorig jaar in de basis ben gegroeid. Wat was nou het verschil tussen DVS A1 en Groningen A1? Vooral de tegenstanders. Je speelt daar gewoon tegen leeftijdsgenoten, de beste categorie in het land, zeg maar. En je kan daar net als nu in de topklasse geen moment even verslappen of denken, het lukt wel even. En de manier van spelen, het constant bij de les moeten zijn. Dat vond ik het grootste verschil. Het tempo en En uiteindelijk heb je verleden jaar natuurlijk een prachtjaar meegemaakt. Een schitterend debuutjaar waarin je Richard Terpstra notabene moest vervangen. Dit jaar, dat gaat toch even wat moeilijker. De tegenstand is natuurlijk pittig. Ja, dat klopt. Het is een niveautje hoger. Absoluut. En dat is zeker een uitdaging. Het was in het begin ook absoluut even wennen. En het gaat redelijk goed, ook met ups en downs. Goed, ik denk dat ik nu al redelijk stijgende lijnen heb te pakken en die hoop ik vol te houden. Ja, want wat ik weer zo knap vind, dat is dat je wordt ook gebruikt voor diverse posities. Ik noem het woord misbruikt niet, maar gebruikt. Ja, op dit moment werkt dat in mijn voordeel, dat ik op meerdere posities te gebruiken ben. Dat heb ik echt vroeger ook altijd al wel gehad, dat ik op veel posities heb gespeeld. En op dit moment is dat een voordeel. En ik weet op zich wel waar ik aan toe ben, dat vind ik ook erg fijn. Dus ik ben er blij mee. Wat denk je? We hebben nu een paar wedstrijden gehad waarin de resultaten wat minder waren. Waarin de complimenten van de trainers van de tegenpartij wel vrij duidelijk waren. Heb je wel het idee dat je stappen hebt gemaakt ten opzichte van de eerste confrontaties met Barendrecht, Katwijk onder andere? Ja, ik denk zeker in naar volwassenheid en de manier van spelen. Nou, zaterdag hebben we ons redelijk aangepast aan de tegenstander. Zag je dat we vooral de eerste helft speelden we niet goed. De tweede helft ging dat wel een stuk beter. Je merkt wel dat we bij ons altijd kunnen terugvallen op het spel. Dus de resultaten zijn nu de laatste drie wedstrijden 1 punt. Het valt dan even tegen, maar we hebben wel gewoon het vertrouwen omdat we ons vast kunnen houden aan een bepaald spelpatroon. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat dan de resultaten ook weer terug gaan komen. Ik heb er ook heel veel vertrouwen in, Joran. Veel succes daarmee, de verdere competitie. Ja, is goed. Dankjewel. En nog heel even kort voor dit
DVS TV Weekjournaal met Roland ten Berge natuurlijk. Afgelopen zaterdag tweede helft genoten van je ploeg? Jawel, tweede helft wel. Maar ik geniet ook liever de eerste helft erbij. Maar dat vond ik wat minder. Ja. Maar goed, ja, dat was toch een bewuste keus. En na 10 minuten of na 5 minuten zag ik het ook. En zei ik het ook voor de microfoon. Ja, hier, dit is een keuze van DVS. Ja, de speelwijze. De speelwijze. Ja, nee, absoluut. Wij hebben daarvoor gekozen. Voor die tactiek hebben we gekozen. En ja, zo zal ik zeker niet elke week gaan spelen. Dan zou ik de mensen daar... Daar mag een club geen geld voor vragen, vind ik. Wat had je beter willen doen in die eerste helft dan? Nou, die tactiek is gewoon gebaseerd op goed staan. Dus goed in de organisatie en gevaarlijk worden in omschakeling. En het had ook een beetje te maken met natuurlijk Maurice, die viel dinsdag uit. Nou, dan moet je snel een keuze maken. Wat ga je daarmee doen? We hebben ook wel eens met David daar gespeeld. Dat ging ook prima. En we hadden eigenlijk nu het plan eigenlijk ook om de tegenstander een lastige keuze achterin te laten maken. Met hoeveel mensen ze achterop zouden blijven staan. Kijk, en dan ligt de focus op het, vooral op het verdedigen. Het samen verdedigen met elkaar en compact verdedigen met elkaar. Ja, en dat ging bij vlagen wel goed. Maar je zag toch dat ook zeker bij die tegengoal. Ja, dan als je het hebt echt over scherpte. Waar het dan ook allemaal onder kan vallen, scherpte. Nou ja, daar was ik niet tevreden over. Dan moet je wel, vind ik, alles op alles zetten om dan ook zo lang mogelijk de nul te houden. En lang in die wedstrijd te blijven. Ja, en nu blijven we toch wel tot aan de rust op 1-0 staan. En dan speel je in ieder geval een goede tweede helft. Waarbij we dus eigenlijk op dezelfde manier wel spelen. Alleen, wij zijn iets geduldiger aan de bal. Het positiespel wordt wat beter. De tegenstander wat minder. En zowaar ga je kansen creëren. In ieder geval een aantal mogelijkheden met de grote kans van Isa erbij. En dan blijven we wat langer in de wedstrijd. En als je het ook nog hebt over factor geluk. Ja, dat heb ik wel eens tegen je gezegd. Dan, je hebt even geluk met Marciano Mengering die bal tegen de paal aanschoot. Waardoor je dus nog weer langer in de wedstrijd bleef. En eigenlijk tot het einde nog gespeeld hebt. In ieder geval voor een punt. Nou, en dan is dat jammer dat bijvoorbeeld die bal van Isa erin ging. Want op basis van de tweede helft hadden we misschien best wel wat verdiend. Maar goed, je moet tegen zulke tegenstanders. Moet je gewoon 90 minuten lang. Moet het gewoon top zijn. Wat ik zo mooi vind. En dan ga ik nu even tegen de DVS TV kijken. Zeggen, we hebben het over de wedstrijd. Katwijk, DVS. Je hebt het steeds over de tegenstander gehad. En ik heb het ook nog helemaal niet aangekondigd. Maar laat dat even heel erg duidelijk zijn dat het dat was. Katwijk, ja, natuurlijk wel een hele, hele goede, hele slimme ploeg. Ja, zeker. Veel doelpunten voor en weinig tegen. Dus je zag ook hoeveel moeite wij hadden om kansen te creëren. En dat had zeker met de tegenstander te maken. Een goede ploeg. Tevreden ook over de invalbeurt van Kieseler, moet ik denk ik? Ja hoor, ja, maar goed, die heeft het zelf nu verdiend. Hè. Die heeft vorige week de hele week meegetraind, omdat Maurice ook wegviel. Wouden we een aanvaller erbij toevoegen. En hij traint al het hele jaar mee op maandag. Dat doet hij prima. En net als Lars van de Wetering. Dus dat ging hartstikke goed. En daardoor ook besloten om hem mee te nemen. Omdat we gewoon tegen deze tegenstander veel diepgang wouden hebben. En dat heeft hij zijn. Zo waren kreeg hij een hartstikke mooie grote kans. Even voor de DVS TV-kijkers. Heb je nog contact gehad met Maurice? Hoe is het met hem? Maurice de Ruiter? Hij nam de telefoon niet op. Maar ik zie hem voorbij lopen. Dus ik moet hem even, even spreken. Nou, vorige week natuurlijk wel. Maar ik heb hem van de week nog even gebeld. Toen was hij niet bereikbaar. Dus ik ga zo even met hem babbelen. Hele goede training gewenst en goede voorbereiding voor de bekerwedstrijd tegen Millingen. Dankjewel. Oké.